Van de kleuters tot de grote, ze zijn allemaal blij. Fris gevoel. Fris gevoel? Ja, van een soort nieuw begin. Blij dat ik weer naar school kan komen. Wat heb je gemist? Mijn klasgenoten en de juffen. Nou, dat voelt wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Ja, kinderen hebben het liefst in school. En kinderen zijn er denk ik ook wel weer aan toe om lekker naar school te gaan. En ouders vooral. Het moet een stuk strikter dan voorheen. Dus is er het een en ander aangepast. Nou, we hebben in elk geval gekeken naar de begin- en de eindtijden. Dus daar zit wat variatie in voor de verschillende groepen. We hebben nog een ingang aan de andere kant van het gebouw die we gebruiken. En we hebben gezorgd voor wat ruimte in de klassen. Wat extra mondkapjes in de gangen voor groep 7 en 8. Nou, ook wat face shields voor leerkrachten die zich daar prettiger bij voelen. En nu kijken we voor de gym en de pauzetijden hoe we dat nog beter kunnen aanpassen met elkaar. Mondkapjes in de gangen en de trappen, dat vindt Sarah een beetje onhandig. Ik heb pas mijn bril, dus ik moet wennen en dan, als ik, dan komt die lucht omhoog en dan zie ik het een beetje moeilijk. Nou begrijp ik dat er ook aangeraden wordt om kinderen zoveel mogelijk in groepjes te zetten. Doen jullie dat ook? Nee, we hebben gekozen om dat niet te doen, omdat het eigenlijk gewoon bijna niet uitvoerbaar is. En we willen wel de veiligheid waarborgen, maar het moet gewoon uitvoerbaar zijn. Dus we willen wel gewoon de groep bij elkaar houden. We hebben bijvoorbeeld bepaalde vakken die we klassen doorbrekend doen. Dat doen we niet. Alle scholen moeten zich aan het snottenbellenbeleid houden. Wat betekent dat kinderen echt niet naar school mogen als ze verkouden zijn. Maar ondanks alle maatregelen die genomen worden, is en blijft de nabije toekomst ongewis. Sowieso zijn we bang dat we weer dicht moeten. En die energie, nou, iedere keer het open gaan, het dicht gaan, ja, dat vergt gewoon veel van leerkrachten. En ja, we moeten wel, hè, we zullen wel moeten, maar het is wel moeilijk.